Ze zijn vooral bekend via mond-op-mond reclame. Maar desalniettemin zijn ze zeker een bezoekje waard. De Millinger Theetuinen in Millingen aan de Rijn. Dit jaar viert de exotisch uitziende horecagelegenheid haar 30-jarige bestaan. De Millinger Theetuinen ontstonden aan de creatieve hand van twee mannen. Koen van den Boogaard en Floor Oskam. Na het onverwachte overlijden van Floor in 2014 verkocht Koen de theetuinen aan een kennis. In 1994 ben ik begonnen met mijn café in Nijmegen, Café Vroomijn. En in 1994 begon ook deze tuin. Dat wil zeggen, de tuin was er al, maar toen werd hij toegankelijk voor het publiek. Rob Vroomijn kreeg tientallen jaren geleden als Nijmeegse horecaondernemer van andere mensen te horen hoe mooi de Millinger theetuinen waren en besloot zelf een kijkje te nemen. Gaandeweg leerde hij Koen, een van de oorspronkelijke eigenaren, kennen en doordat ze nu al 9 jaar samenwerken, zijn ze bevriend geraakt. De infrastructuur is nog steeds van hem. En zonder Koen had ik deze mooie tuin natuurlijk nooit voor elkaar gekregen. Maar we hebben echt veel contact. Hij woont in Spanje en ik woon hier, maar we bezoeken elkaar regelmatig. De interesse van Vroomijn ligt vooral bij de gastronomie en het zorgen van een divers team die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Tuinieren doe ik er een beetje bij. Ik zeg altijd gekscherend, ik ben hoofd grasmaaien. Dus elke donderdag ga ik met het grasmaaitje over het gazon. En dat is dan ook wel zo'n beetje mijn bijdrage. En wij hebben 1 jaar of 6 geleden gekozen om helemaal vegetarisch te worden, zeg maar, qua aanbod. Vegetariër is de oude kroegbaas zelf niet. Wel vindt hij het belangrijk te weten waar zijn stukje vlees of vis vandaan komt. Dit vindt hij ook bij de aard van de tuin passen. Zen gevoel, lekker relaxed. En dan ook een beetje zorgen dat je oppast hoe de natuur zich ontwikkelt. Vroomijn is zelf heel tevreden met hoe zijn leven er momenteel uitziet. Ik ben van plan om nog 5 jaar met deze mooie tuin door te gaan. Al kan het echter alleen als zijn gezondheid het ook toelaat. Ik heb er wel zin in. Dit is niet echt een straf om elke dag mee bezig te zijn. Weg van de rummel van de stad. En toch midden in de natuur leven. Samen met mijn vriendin, mijn kinderen, mijn hondje. Ja, ik ga er helemaal voor. Het mag voor mij nog wel even duren.